zal dus zo her en her gaan opduiken. Op de tribune, op de baan.
eventjes correctie voor. De rest staan voor de Little Dan, oftewel Robin Augustin. Thank you.
zware ontstekingen natuurlijk gemonteerd op deze machines, die soms wel tot 60.000 volt kunnen oplopen. En daar heeft natuurlijk de geluidsinstallatie ook eventjes een klein beetje zijn weerklank, zijn nadelen van het ontvonden. Dus jongens, aan deze kant eventjes op. Zoals Clark dat zegt ten opzichte van zijn eigen machine, komen wel kortweg gezegd bij dezelfde Amerikaan vandaan, alleen even een hele kleine aanpassing ten aanzien van de kop en voor de rest qua opzet hetzelfde. Ik ben dus heel erg benieuwd wat deze Engelsen in dit geval ons kunnen gaan laten zien. Dat betekent dat wij daarmee in ieder geval de startvolgorde nummers 1 en 7 hebben omgewisseld in overleg met de wedstrijdleiding op verzoek van David Jones. David Jones in dit geval op de map. Deze L-keeper.
zeg van hallo. Proost op, laat ik het dan maar, laat ik hem maar richten. Wacht, waar hebben we dan voor? In dit geval gaan aanhaken, gaan wij hier eens even kijken naar de combinatie waarvan gezegd wordt dat het misschien wel de mooiste is.
is uit de eerste divisie. En wij tieren Stefan Wissing hier met de goal op de Nederlandse. Zijde stonden er een paar pro-stocks warm te draaien. Nou, dat is het effect wat je dus nu ruimt. Ze zijn allemaal uitgezet, dus het wordt zo meteen weer beter. Goed, daar komt ie. Gaan we aan de onderkant. Het is niks zo goed. Voor sleepwagen te krijgen, dat had alles te maken met het feit dat hij ervoor geduwd werd. En daar, omdat die motor niet loopt, dan doet de stuurpomp niet lekker omdraaien, zeg maar. En dan stuurt hij zo zwaar. Dus hebben we even gestart om hem recht voor de sleepwagen te krijgen. En dat is allemaal in goede harmonie verlopen. Hier moeten we de hele boeltje nog vastmaken. Moeten we de rookafzuiving nog eventjes bevestigen. En aan de overzijde gaan wij opnieuw kijken naar Just Smokey. Oftewel David Jones, die het opnieuw gaat proberen. Eén ding is natuurlijk wel eerlijk, Just Smokey, het product wordt toch een beetje van Clark natuurlijk. Maar Clark heeft zijn eigen Red 4 toch wel op standje dol gezet, hoor. Want Clark zou Clark niet zijn als... Dat klopt, Arco, want als je Clark er net overheen zag hulderen. Nou, ik ben bang als deze Just Smokey dat ook gaat doen. Ik ben heel benieuwd. Aan deze zijde gaan we op weg met iemand die aan het einde van de seizoen een hoofdwedstrijd moest missen. Bijvoorbeeld zomaar een spruitstukje in de brand hier. En dat betekent dus dat wij deze International, deze V8 in dit geval, helaas niet de meters zien maken die wij graag hadden gezien. Complex probleem met een klein brandje in het spruitstuk. En aan de overkant zijn we bezig aan het altijd interessante tracé van optoeren met een superstok. En dat moet dan een klein beetje in fase, want er zitten meerdere turbo's op gemonteerd en die gaan in trappen. We gaan ze hier over oplaten. Je kan het duidelijk zien hier, Arco, dat het optoeren een probleem geeft. Die koppeling komt te vlot, dat kan je zien. In de eerste run, nou je daar zo over begint, denk ik omdat ik dus al eventjes kleine prognose deed waarvan jij later de harde feiten even snoeihard boven tafel haalde daar aan het einde van de baan, dat in ieder geval die machine niet bij dat toertal wegging waarbij die eigenlijk weggingen zou moeten en dat dat waarschijnlijk debet is aan de koppeling. En ik denk dat die problemen hier nu dus gewoon nog eens eventjes een keer extra geaccentueerd worden. Ah, nou gaat het goed! Let maar op, daar komt ie! Daar komt ie! Het gevecht tegen de gewicht aan de koppeling! Met als grote sponsoren natuurlijk Werner uit Landgraaf en Powerflex. De witte Junior die de genaken dit seizoen 3 Euro Cup overwinningen. Kijk, luister en ijver. Let's talk about here. Woehoe!
Je ziet ook heel mooi daar de twee vlaggen staan. Tot waar dat, laat ik zeggen, als de vrijwillige stop geldt. We gaan eerst gewoon eens even kijken. Laten we hopen dat we daar geen gebruik van hoeven te maken. Ja, Arco. Arco. Ja. Ik herinner hier nog eentje staan. Weet je wat hij op zijn... Het is een arm. Die uitvloed te die staat. Heeft hij een t-shirt en er staat op. Wij hebben dommels en dan zie je een mannetje plassen op John Deere. Dat kan toch helemaal niet. Dat kan toch.
zijn er al mensen heen lopen, de monteurs die zijn helemaal niet blij, jongens, wat hier gebeurt. De onderdelen liggen even maar. Dat doet zeer. Maar wat was dat een run van Karis Rinkum op de man, oftewel Arjan van de Kolk en zelf.